Kelder is maar een gevoel. En dat, dat kun je uitzetten. En dat, die kun je bewijzen. Elke keer zit wel wat raar op. Want oh ja, het is veerstens te koud om in een kwarte broek en in een t-shirt erin. Maar diezelfde mensen springen op 1 januari wel alweer het wetterie voor een ijsdoek. En dat, dat keek nou ik, man. Denk eens aan de prehistorie. Hoe houden de Neandertalers haar warm in begliksde ijstijd? Die pikkelen toch ik gewoon terug? Het menselijk lichaam kan volle meer aan dan dat stinkst. Bij Gliks, de kortste dag in de oude 20 jaar in Nederland, weer op 16 januari 2013. Min 18 graden. Het is wel koud, hè? Maar, kill mij wel erger. Broer, ik ben wel wat wend. Het maakt het mij net uit hoe koud het is onder de andere kant van de brood. Hoe verstaat het, Jeroen? Willem, jongen, met alle respect, het is er nou 3 graden. En als zoek ik net gauw nooit van, ik ken je wel een heel soort momenten bedenken waarop het een heel stuk kouder hier, hier in Amerika is. En dan is het gevaarlijk om te dwalen. Vorig jaar gingen we hier in Amerika een winterspaar met meer dan 100 mensen verstieren. En op een bepaald moment zit meer dan 100 miljoen mensen zonder elektriciteit. Kun je je voorstellen, dan heb je het boeten koud en dan kan je het zelfs binnen net meer warm krijgen. Ja, dan praat je wel los, hè? Ja, oké. Okay. Maar Thailand, dat weer gewoon een hele extreme winter, hè? Het koudste weer hier toen min 31 graden. Maar elke winter wordt het je makkelijk min 10. Dus ja. Oh ja. Oh ja, ja. Nee, dat is wel oren koekje, Roen. Maar geld bloot toch een gevoel? Ik bedoel, ik snap als het net fijn is dat ze koud is. Maar hoe dienen de Neandertalers dat dan? Ah, wacht je. Ik zie je wat. Haar een lichaam die er meer op instelt als uzes. Ze winnen ze lietser en drongiger en hier is ze dikke spieren. Die combinatie van een liets lichaamoervlak, kwartere leer en dikke spieren helpt. Een lietse part van het lichaam stiert namelijk bleert onder kelt en toen met die dikke spieren en wat vet bouw je ek een beschermende laag op. Oh, dus het lichaam kan die kelt hier onder het onder? Nee, zeker net, Willem. Doet het je vorig jaar zo koud wie je, dacht ik, liet ik een liets experimentje doen. Maar ik hier dan wel een trui aan, een shirt aan, een jas aan, 2 broeken, 2 peer sokken en doe ben ik naar boeten tagien. Let's go. Nou ja, shut de beeld maar, het wie alsnog verschrikkelijk. Ik denk 2 minuten buiten. Het zonnetje schijnt wel lekker. Kijk. Maar het is wel echt heel koud en ik merk het ook aan mijn adem. Alsof ik heel hard gerend heb. Maar heel veel mintsnoepjes gegeten heb. Oké, 4 minuten. Ik voel mijn gezicht niet heel erg meer, dus misschien wel. En wat het ook niet makkelijk maakt, het heeft ook nog gesneeuwd, dus je moet ook nog door die sneeuw banjeren. Oh, en ik heb dus, kijk, ik moet dus elke keer met een andere hand filmen, want anders ik kan niet met die handschoenen filmen. Mijn hand echt, 10, 15 seconden, oh. Na een kwartier wie me een bud helemaal wiet van het ijs. Zo. Ik hier trin in de egen, maar dat wie geen trin meer, want wie een wiel zal bevijzen op mijn gezicht. En na een kwartier moest ik echt van de binta, omdat ik alles gewoon, ja, misschien wel vingers of mijn noos wil in de koer. Het gezicht begint echt pijn te doen, het begint helemaal te trekken. En, dus ik denk dat het wel tijd is om naar binnen te gaan. Ja, dit is wat de kamertje doet. Ziet er best gezellig uit. Oh, mijn benen beginnen ook pijn te doen. Oh, hè. Ik sta 1 seconde stil en alles begint te trekken en zo. Zo koud wie het. Dus ja, de 3 graden vandaag heel leuk. Maar denk er maar goed om. Echte kelt. Dat is net leuk. Ah, Saya, correct. Nou, ik vind het wel mooi West. Ik doe de kleine weer aan. Trouwens, hij mag mij die onder naar ijsdoek. Laat het weten in de comments. En like deze video op ons kanaal. Dat helpt dus een soort. Nou, later!